zometeen dus weer de prijsuitreiking doen. We wachten nog ook op de medailleuitreiking voor Suriname. Nummer 2 is er nog niet. Now we're on the world's 9-10 for the show. In third place we have the Joel Williams from Suriname. In seventh we have Logan Kermans. Okay, maar wie net Joel, de derde plaats. Waar is de vlag? Waar is de vlag? We hebben geen vlag. Zo, Joel hier de derde. Joel, ja, hier was dadelijk, krijgt hij ook een medaille. Joel heeft weer een bronzen medaille binnen bij de Goodwill Games. Yes, Suriname. Hey Joël, weer een prijs. Mag ik je zien? Weer een brons? Ja. Geweldig. Hoeveel stil weet je ook niet. Yes, dat is name als tweede, meisje. Akela Williams als derde. Tweede, sorry. Akelia Williams, zilver. Yes. Voor Suriname. Suriname, Akelia Williams. Oké, okay, ja, mogen wij je medaille even zien? Ben je tevreden? Yes, oké. Okay. Straks komt denk ik Jair. Ik zie dat Jamaica en de Bahamas veel prijzen winnen. Going on, girls doing 40-50 meter breaststroke. In third place from the Bahamas, we have Isaac Julian. And second place also from the Bahamas, we have Samira Donaldson. And taking the first place will be Jamaica's Victoria Banner. Zo, Jamaica en de Bahamas wederom. Jamaica 1, Bahamas 3. Oh,
moet Jair zo meteen komen. Jair. Waar is Jair? Jair moet toch zo? Wieder om de Bahamas, nummer 1, nummer 2. En Trinidad en Tobago, nummer 3. Bahamas gaat met heel veel prijzen weg, mensen. In 7th place from Trinidad and Tobago, we have Anya Davis. Taking the 1st place for the 50 Sub-Team League, we will see Isabella Adley from Bahamas. We see the beer, Bahamas, Trinidad and Jamaica. We're doing it very good. Suriname. Hassan Holtwijn, mensen, op nummer 2. Hassan Holtwijn, mensen, nummer 2 voor Suriname. Wederom een zilveren. Voor een klein land dat heeft meegedaan, mogen we zeker trots zijn. Niet ontevreden. Suriname, Hassan Holtwijn, die net ook een goede wedstrijd heeft gehad. Super, super trots. Zo, Hassan, mogen we je medaille even zien? Zo, je hoeveelste is dit? Je hoeveelste buitenlandse? Oh, buitenlandse? Maar je eerste zilveren? Nee. Nee. Sint Lucia. Oh, Barbados. You're not filming yet. The Bahamas. And second. Turn it wrong, Gabriel. Turn it wrong. Second. Right toe. Yes, Lucia, go for it. First, right? Oh, yeah, for both of them. Mogen niet ontevreden zijn. We hebben een stukje, dat is goed. Dat is goed.
Wait, what, is that that one? Sariman, eh? Op nummer 2, sorry. Suriname. Suriname weer nummer 2. Yay! Suriname! Ook weer een... Nee, we komen zeker niet met leeggaande thuis, Julia. De mensen die mij gesponsord hebben dat ik hier kan zijn, kunnen zien, is helemaal mooi. We hebben sowieso prijzen binnen. Zilveren, gouden, bronzen. Mogen wij jouw dingen ook even zien? Is dat je eerste? Is je eerste medaille? Echt waar, zo coach. Zo, gefeliciteerd man. Moet je straks nog zwemmen. Geweldig. Ben je trots op jezelf? Mooi man. Moet je mama en papa straks bellen, hè? Oké, okay, gefeliciteerd. Of course, no problem. Ik ben toen een beetje lastig met de beelden, mensen. Mijn excuses. No problem. Je ziet, iedereen wil filmen, iedereen wil dingetjes doen. Dan hebben we slecht internet. We hebben geprobeerd het beste ervan te maken binnen de gegeven omstandigheden. Zo, de Bahamas heeft echt heel veel prijzen gehaald, hoor, mensen. Sint Lucia ook. Hey, I want a picture of her on the wall. Naya! I want him to take a picture of her on the wall. Daar staat Jair al klaar om zijn eerste prijs in ontvangst te nemen. She's just tired. Bahamas, derde. Yay! Jairo! Nummer 1, Suriname! Naast de Bahamas en naast de Bahamas. Ja, twee naast de twee Bahamas. Daar staat hij ook met zijn mooie trainingspak. Papa en mama daar trots. Je kunnen ze niet zien, maar die staan helemaal trots daar. Super! Ik ben ook super trots. Super trots, super trots. Nummer 1, Suriname, naast twee Bahama's en die waren met 40 zwemmers. Dus een good job heeft hij gedaan. Good job, good job. Alright boy, big smile, big smile. Big smile. Daar kan je hier op met zijn big smile. Jairo, mogen we je gouden medaille weer zien? Ja. De zoveelste, hè? Ja. Komen er nog meer? Vier mag nog meer te gaan. Wat heb je vannacht? Moet je nog zwemmen? Vannacht moet ik nog 50 breast. Nee, 100 breast. 50 fly. Ja, 100 breast. En 50 free. Dus nog twee wedstrijden te gaan? Nog drie. En wat denk je daar? Hoe gaat het gaan? Hopelijk dat ik ook gewoon daar allemaal gewoon. Geweldig, je hebt het goed gedaan. We zijn trots op je, man. Hup, Suriname. Coach, tevreden? Ja, zeer tevreden. Mooi zo. We gaan niet met lege handen terug. Nee, sowieso niet. Oh, we hebben nog één. Nog één Surinamer die daar de vlag overneemt. Die zometeen ook gaat. We zijn zeer tevreden. Nou, ja, dankjewel Loortje. Zeg, bedankt voor mijn live-uitzending. Het was niet wat ik had gehoopt. Ik had echt gehoopt dat het vol en feilloos zou gaan. Maar dat gaat niet alles in het leven. Dus ik blijf er ook niet te lang bij stil. Ik heb hier mijn microfoon waarvan ik hoop dat ze me horen op YouTube. Maar ik ben ook met mijn telefoon gekomen. Facebook. Ik denk, dan kan het niet fout gaan.
Back up Glenn. Ik had ook een foto moeten maken met hem met zijn vlag en nummer 1. Voor allemaal. Kunnen we straks nog doen. En hij heet? Sean Diepo Grommel. Oh ja, hij was net. Als je helemaal achter iedereen achter hebt gelaten. Sean, lachen. Jij houdt niet van lachen? Nee. Nee? Ik heb ook een zoon die helemaal niet van lachen houdt. Mijn vierde zoon. Wat je ook doet, hij lacht niet. Nou ja, teken, je moet een persoon nemen zoals hij is. Dit is Trinidad en Tobago, nummer 3. En nummer 2, Suriname. Weer Suriname, Bahama's en Trinidad. Nou mensen, zijn geen kleine jongens waarmee achter ze mee hebben gecompeteerd. Suriname weer in de prijzen gevallen. Voor een klein land met maar 29 zwemmers mogen we zeker tevreden zijn. En we begrepen al dat Sean niet zo van lachen houdt, dus we gaan hem ook niet moeilijk maken. Hij wil er gelijk vanaf. We hebben mooie prijzen gehaald, mensen, sowieso. De dag van gisteren en van vandaag mogen we niet klikken. Sean, mogen we jouw medaille ook zien? En tevreden? Moet je nog zwemmen vandaag? Oké. Okay. Nog 3? En dan ga je ook voor goud. Oké, succes maar. Je ziet dat ze een beetje verlegen. En dat begrijp ik ook. De jonge mensen. En die hoeven al deze poespas niet. Maar we willen ze de aandacht geven. Want ik denk dat het belangrijk is dat we de sporters laten zien. Dat wij als Suriname achterste staan. Dat we respect hebben voor de effort die ze erin leggen. De trainingen die ze doen. De ontberingen die ze hebben. Het geld dat het de ouders kost. Het is belangrijk. De 1700 meter backstroke in third place is Kieran Silly from the Bahamas. En we zijn super trots op onze jongens. In second place is Quilan Lira from Trinidad and Tobago. Hier in St. Lucia. And in first place is Donald Saunders from the Bahamas. Dankzij Dresco heb ik een mooi t-shirt met Suriname erop. We zijn trots op onze jongens. We gaan nu even een break van 20 minuten, denk ik. En dan komen we straks weer bij jullie terug. We zijn trots. So congratulations once again to all persons who made it to the podium. And now we have a break, right? For those who have not, you still have time. A break now. Swim hard and let's get this done. So we are going to be calling on the officials. Is it a break now? To make their way back to the deck. Nee, we gaan gewoon door. No break. Okay. We gaan gewoon door, mensen. Thank you. Ik zat even voor de camera. Hier. Thank you so much, Desiree Francis. Oh my god, hey. Ik zal ook even wat drinken zorgen voor de mannen. Want ze staan al uren hier. Hij staat daar. In de felle zon. Ik ga even vragen. Hoeveel mensen vragen, hoeveel medailles hebben we in totaal? Iets van 7 of 8? T-shirts, horns, we hebben al 11 medailles. Nee? Overal 16. Overal 16 medailles, mensen. En die estafette erbij. We hebben nu voor de tweede dag al 16 medailles binnen. 2 gouden nog? Of 3? Vier goud hebben we gehaald. Daar mag je zeker niet ontevreden over zijn. Oké. Okay. I'm going to buy something to drink for you guys. Sorry, I forgot. You want something to drink, of course. Forgot. Het is nu erg druk hier, olé. Outside? You can buy outside as well, right? Yeah. Because this is
Oh, I was in shock. My purse. Oh my god. Thank you. Ja mensen, ik ben super trots. 16 medailles hebben we al binnen en we zijn nog niet klaar voor vandaag en we moeten morgen nog. Dus we mogen niet ontevreden zijn als een klein land. Waarom ik gekomen ben, want ik zal je vertellen, het is ook zwaar om hier te staan in die velle zon te lopen te doen. En, DJ, maar ik doe met liefde. En je drop a tune from the countries, please. Thank you very much. That's a challenge, Martin. Let's see if you're skillful. Drop something from Trinidad. Let's go. No? Oh, just a minute. All right. Something to drink and something to eat. Use your purse. You can go outside. Ik betaal ze wel, maar ja, ik vind dat we ook wel voor drinken zorgen en eten. We're still waiting on a person from the Barbados crew. Please come now to the resolution desk. So, Barbados jury also field member, we need you now at the resolution desk. Ik ga even lopen naar achteren bij de mensen. Even bij de... Can you buy water for me as well? Oh, just a small one. For now, you're okay. You're going to buy something to eat and to drink, right? I wanted to go back. I wanted to go to the athletes, but I'm waiting for you then. You both are going to leave? You both are going outside now? Huh? You both are going outside? Well, yeah. Okay. Now wait. I know. I want to go there where the boys are. No, I want to go with my camera. I'm waiting on you then. Fathers! And? Tevreden, hè? Gouden medaille. Ja, twee nummers naar. Die hier ook die record. Op 2 seconden? Ja, dus die laatste, die Ayer, die heeft 40 honderdste heeft iets gemist. Anders had hij zijn record. Jammer, maar we zijn tevreden. Ja. Voor zo'n klein land. Naast... En zijn tijden mooi gecorrigeerd. Dus ja, zijn tijden zijn verbeterd. En Joël ook. En Joël ook. Dat is op die IM. Ja. 2 seconden een beetje, maar hij heeft snel, het opgepakt. Yes. Geweldig. Ja. Oké, mensen. Jullie erop zijn, dan ga ik er even voor de gezelligheid uit. Dan ga ik even weer mijn telefoon opladen. En wat vinden jullie van mijn outfit van dresscode? Ik ga zelf de mannen geven om te eten en te drinken. Kijk zelf. Garoboe. Hey, ja, mooie outfit, hè? Ik mocht zelf kiezen toen ik deze zag. Ik denk, hey. Beetje mooi. Ik heb het zelf... Wacht even, ik ga dingen vragen. Meneer Aldenstam. Ik weet niet of er iets achter staat. Nee, oh ja, die was een wapen. Ja, heel mooi. I love it. Hey, thanks man. Hij gaat weer keren, ja. Wat mooi, hè? Ik zag deze.
t-shirt. Ik denk, deze moet ik hebben. Ik mocht er drie uitkiezen. De ene van gisteren heb ik uitgekozen. En nog een andere die doe ik morgen aan. Maar deze wordt echt mooi. Ik heb gelukkig een zwarte broek. Ik denk, hey. Oké, ik ga er even uit. Zoals ik al zei. Ik moet even mezelf aanstellen. Sommige mensen doen alles om op te vallen. Ik heb me even aangesteld van mijn outfit waar Suriname op staat. Dat is de Suriname hier. Waarom? Ik zie je straks terug, hè.